ben Ralf Meulenbroeks en vandaag ben ik op de Universiteit Twente om met rector Tom Veldkamp te praten over het academisch leraarschap. Dag Tom. Ja, dag Ralf. Hey. Welkom. Leuk je te zien. Dankjewel. Fijn om hier te gast te zijn in het mooie Twente. Ja, ik hoop dat je het leuk vindt. Het is fantastisch hier. Zeg Tom, die middelbare schooltijd. He, voor veel leerlingen, de puberteit, je ontwikkelt identiteit, je bent ook nadenken, wat ga ik later doen? Ontzettend belangrijke tijd voor heel veel leerlingen. Hoe was het voor jou? Ja, bij mij speelde ze helaas niet zo'n inspirerende rol. Ik heb gelukkig op mijn lagere school, op de universiteit, echt inspirerende docenten gehad die echt veel voor mij betekend hebben. Maar ik moet helaas vaststellen dat in mijn middelbare schooltijd ben ik zulke docenten niet tegengekomen. En dat vind ik heel jammer, want ik gun het iedereen. Wat ging er mis met die docenten? Ja, dat was ik denk geen klik, maar ook heel weinig inspiratie en dedicatie voor een eigen vak. Dus wat je ziet is dat dan ga je er ook als student ga je er gewoon naartoe om het vakje te doen. Maar je wordt niet begeisterd dat je denkt, nou, hier wil ik zelf iets mee in de toekomst. Ik voelde mij onderdeel van een leerfabriek en dat is een gevoel wat ik niemand gun eigenlijk. En die mensen, die inspirerende docent op de lagere school en op de universiteit, vertel daar eens iets over. Ja, dat waren mensen die niet alleen met het vak bezig waren, maar ook met persoonlijke ontwikkeling. Wat is het voor een persoon? Hoe ben je in je eigen ontwikkeling en wat voor potentie heb je? En dat is iets heel een andere benadering dan alleen maar even de cijfertjes kijken van we geven jou HAVO-advies, wat ik overigens gekregen heb. Terwijl aan de andere kant, op de universiteit is het heel belangrijk in uiteindelijk de keuze welk vak je gaat doen. En dan zijn rolmodellen, en dat zijn het heel belangrijk, en ook enthousiasme. Als je dan kijkt naar een academisch opgeleide docent, wat is daar dan voor jou, wat zijn dan de kenmerken daarvan? Nou ja, het gaat niet alleen om het vak, de inhoud, maar het gaat ook om de wijze waarop je dingen benadert, problemen benadert, naar oplossingen zoekt. Dus niet alleen van hoe maak ik het sommetje of hoe leid ik een formule af, maar ook de vertaling en hoe kunnen we dat dan praktisch toepassen in een werkelijk probleem. Bijvoorbeeld natuurkunde zijn altijd van die hele simplistische voorbeelden in mijn tijd, van letterlijk de appel die van de boom valt. Maar ja, wat moet ik daarmee? Ja. Maar als je kan laten zien dat je daar dus inderdaad, brugconstructie mee kan doorrekenen, dan denk je, oké, kan ik er dat mee doen? Daarom is het relevant. En dat stukje ontbrak vaak in ieder geval in mijn opleiding. Mooi, mooi. Dus, dan ben ik ben een student op deze prachtige universiteit, ik ben in Twente, en ik denk van, dat academisch leraarschap, ik ben een academicus, ik heb die instelling, ik wil dat misschien ook wel gaan overbrengen aan leerlingen. Ja. Wat kunnen ze dan doen? Ja, dan kunnen ze al in de bachelor een minor kiezen. We hebben een lerarenopleiding. En zeker studenten die interesse hebben, moet je ook stimuleren om dat te doen. Want het is namelijk een andere vorm om met je kennis omgaan. Ik zeg altijd, als je stof doseert, dan pas ben je echt meester van de stof. En dat is anders dan alleen leerling of student zijn. En dan kunnen ze dus in de bachelor, aan een vroeg stadium, proeven aan wat het is om leraar te zijn. En of je daar ook je talenten en ook of je daar de energie van krijgt. Want dat is denk ik belangrijk als ik dan terugkijk naar docenten die ik had. Die kregen duidelijk geen energie van lesgeven. En als je het leuk vindt en je krijgt er energie van, dan is het helemaal precies wat je wil. Dan is het een win-win situatie, zowel voor de docent als voor de student. Dat is een prachtige afsluiter, Tom. Hartelijk dank. Ja, hartelijk dank.